De heer Bijay Kumar Manku, dat is de penningmeester van de Surinaamse Voetbalbond, die is in het programma vanavond met betrekking tot datgene wat zich heeft afgespeeld op Puerto Rico. Er is uitgebreid in verschillende media gekomen met betrekking tot het verhaal van meneer Manku, met betrekking tot het achterlaten van de meisjes. Ik wil toch aan de heer Manku vragen. Meneer Manku, goedenavond, welkom in Start & Finish. Kunt u in het kort uw versie aangeven van het gebeurde op Puerto Rico? Goedenavond, Desti. Wat gebeurd is in Puerto Rico is het volgende. We hebben de wedstrijd vrijdagavond gespeeld. De wedstrijd is eerder gespeeld dan gepland, omdat er stroomuitval was in Puerto Rico. Wij zijn toen naar het hotel teruggegaan. De afspraak is gemaakt met de dames dat we 1:00 in de ochtend gaan vertrekken. We hebben in Mayaquez gespeeld en van Mayaquez naar San Juan rijden is 3 uur met de bus. Mm-hmm. Wij waren 1:00 klaar, we hebben gereden vanaf 1:00 in de ochtend. We waren tegen 3:30 in San Juan en toen begon het inchecken. Bij het inchecken bleek dat de groep 18 de delegatieleden hebben kunnen inchecken, 19. De delegatie bestond uit 24 mensen en de 5 dames die achter zijn gebleven, we hadden 1 boeking. En die boeking bleef niet correct te zijn, dat is het systeem van American Airlines. Die wees mij in het systeem dat de dames geboekt waren voor die vrijdag, dat zij vrijdag terug moesten keren naar Miami. En ze wees mij in het systeem dat, luister, er is een fout gemaakt in de boeking. Toen heeft die dame, de American Airlines, de boeking opnieuw gemaakt. Ze zei tegen mij, luister, er zijn 6 vluchten die nu vanuit San Juan gaan naar Miami om de 30:30, 1:00, 2 uurtjes. Ik ga ze weer reboeken en ik check ze in, ze mogen naar de gate. En ik ga niet iedereen op 1 vlucht kunnen zetten, misschien 1, 2, totdat iedereen weg is. Ik had wel een oké ticket, ik had mijn boardingpas ook, dus iedereen heeft boardingpas gehad. En ik vroeg nog de dame van American Airlines, luister, gaan deze dames wel weg? Ze zei tegen mij, de dames gaan weg, maar niet in 1 vlucht. In verschillende vluchten ga ik ze zetten, ze gaan weg. Toen zei ik, luister, als ze niet weggaan, ga ik niet inchecken, omdat ze hun koffers hier hebben. Die koffers hebben hun persoonlijke spullen. Als ze niet weggaan, dan hebben ze hun persoonlijke spullen nodig om in San Juan verder in het hotel te verblijven. Ze heeft me verzekerd, nee, de dames gaan weg, ze weegt me in het systeem dat, luister, kijk, er zijn open plaatsen, ik ga 1, 2 voor je de dames vervoeren naar Miami. We zijn heel laat, ik ben als laatste van die incheckbalie vertrokken. Ik ben naar de gate gegaan, iedereen staat al in de vlucht. Ik en de 5 dames zitten nog niet in de vlucht. We zagen op die monitor dat er een waitinglijst was en onze dames waren bij 8, 5 zo, 8 naar beneden. Maar dus voor de groep van ons waren er meer mensen op de waitinglist. Ik heb met de American Airlines weer daar ter plaatse gesproken. Die zei, luister, als ze niet hierin gaan, is er eerst volgende vlucht die over een uurtje gaat. Ga ik daar de dames 2, 3 daar zetten. En daarna zijn 6 vluchten achter elkaar. Toen ik heb de afspraak, ik heb het telefoonnummer van 1 van die dames genomen, mevrouw Banarsi, en ik zeg, luister, ik ga met jou in contact blijven. En ik ga kijken of jullie kunnen vertrekken. Zo niet, kom ik terug. Want er is een vlucht direct, als ik land, er is direct een vlucht dat ik terug kan komen. Ik ga weg, met de afspraak dat, luister, ik blijf appen. Ik ga in de vliegtuig en ik heb internet in de vliegtuig. En ik heb, maar ze reageert niet. En plotseling zag ik andere apps vanuit Nederland, vanuit de Vredegroep, vanuit de voorzitter van SUB, vanuit andere bestuursleden. En toen heb ik gezegd, voorzitter, wat we doen. SUB-voorzitter heeft toen gevraagd aan Puerto Rico Voetbalbond, luister, wilt u die dames voor mij opvangen, die dames voor mij in het hotel brengen, dat ze kunnen eten en alvast in de kamer kunnen gaan. Puerto Rico Voetbalbond heeft alles gedaan. Ze zijn naar het hotel gegaan. Dus de dames wilden niet meer bij de gate blijven, omdat ze zeiden, er is een waitinglijst, ze zijn moe. Ze hebben niet geslapen, vanaf 1:00 in de ochtend reizen ze zijn, moesten weer naar het hotel terug. Dus wat wij hebben gedaan, ze hebben niet op de andere 6 vluchten gewacht, ze wilden terug naar het hotel. We hebben die boeking gemaakt, hotel, ze zijn naar het hotel gegaan, daar gebleven. Tegenover 10 was ik terug in het hotel. Ik ben bij die dames gegaan, ik heb de dames aangegeven. Dat, luister, we gaan voorlopig blijven. Intussen hadden wij
andere tickets al. We hebben niet meer gewacht op die waiting list. Omdat ze uit de gate zijn gegaan, hebben we andere tickets gekocht. Dat betekent dat ze nog één dag langer in Puerto Rico moeten blijven. Dus ze hebben hotel, ze hebben gegeten, alles is in orde. En we hebben zondag daar, we zijn daar achtergebleven zondag. Maandagochtend, 3 uur in de ochtend zijn we samen naar de airport gegaan. En weer in 3 verschillende vluchten teruggekeerd. Er is geen plaats op 1 vlucht om samen terug te vliegen. Met mij waren er, mijn 5 dames, 6 personen. Iedereen, 2 personen zijn teruggekeerd naar Miami. En we zijn samen teruggekeerd naar Paramaribo. American Airlines naar Paramaribo. Dat is gebeurd. Oké. De essentie is echter, de dames zijn alleen achtergebleven. De vraag is, of uw persoon, of de teammanager, of de coach, maar een leidinggevende, zou tenminste moeten achterblijven met de meisjes. De meisjes alleen achterlaten is onverantwoord. Wat vindt u daarvan? Ik vind het helemaal correct van u, wat u daar stelt. Achteraf gezien zou ik, omdat de American Airlines mij zei, meneer Manko, u kunt vertrekken. Ik verzeker u dat die 5 dames komen. Er zijn 6 vluchten. De dames gaan komen. Ik heb een verantwoordelijkheid. Ik kan de dames niet daarachter laten alleen. Maar ze verzekert mij dat, luister, de dames zijn 6 vluchten. En ik zie, de eerste vlucht, 5:30 in de ochtend, zie ik op die waitinglist gaan 3 mensen al weg. Begrijpt u? En ik dacht, luister, er zijn 6 vluchten nog, dus 1, 2 mensen gaan terugvliegen naar Miami. Dus met die veronderstelling heb ik ze achtergelaten. Ze zitten in de gate en de American Airlines heeft mij verzekerd dat ze vervliegen naar Miami. Maar achteraf gezien zou ik dan maar achter moeten blijven. Ja, daarvoor bied ik toch mijn verantwoordelijkheid. Dus als we verantwoordelijkheid bekijken, is het niet verantwoord om de meisjes alleen achter te laten. Klopt. En ik denk dus dat wat dat betreft het een totaal verkeerde set is geweest. Want er zijn, behalve u, de teammanager was er ook, de coach was er ook. Ik denk dat tenminste één van de leidinggevenden achter zou moeten blijven met de meisjes. De meisjes alleen achterlaten was een totaal verkeerde keus. Mag ik even? Wat gebeurd is, ik zei u, ik ben als laatste met de dames gekomen bij de gate. Ja. Iedereen zit al in de vlucht. Ik snap dat. Ja. Dus dat is helemaal te begrijpen, ja. Meneer Manku. Maar waar het de essentie is, ze zijn toch alleen achtergebleven. Ja, ja. Wat niet kan. Klopt. Je praat over meisjes en erger nog, een van ze heeft geappt. We hadden niets bij ons. Geen koffers, geen geld en niks. Alleen achtergelaten zonder iets. En ik denk dus dat dat erg is. Anders zouden de ouders ook niet klagen. Ik moet wel corrigeren. Het is niet waar dat de meisjes niets hebben. De dames, want ze zijn 22 jaar naar boven. Iedereen heeft een trolley bij zich. Mm-hmm. De afspraak was gemaakt dat iedereen met zijn trolley leest. SVB neemt alle kleding mee van de selectie. Wat de dames bij zich hebben, alle kleding, persoonlijke spullen hebben ze bij zich. Wat ze niet bij zich hebben, zijn de vloeibaar dingen. Die vloeibaar dingen zijn in grote koffers. Dat is logisch. Dus maar kleding hebben ze. Mm-hmm. Toen ik aangekomen ben en tegen 10:00 terug ben gekomen, heb ik alle dames, zoals normaal is, dat ik ze heb gezegd, luister, nemen jullie $200. Ik heb de dames gegeven, elk voor $200. Gaan jullie persoonlijke dingen komen wat jullie nu tekort komen voor 1 dag. Toen ik terug ben gekomen. Niet voor het... Ze hebben dit aangegeven, dus toen ze alleen achter zijn gelaten. Klopt. Realiseert u zich dat dit gebeuren kan leiden dat zowel van de zijde van spelers als speelsters uit de diaspora om voor Suriname te gaan uitkomen. Realiseert u zich dat? Kijk, dat het gevolgen kan hebben? Kijk, wat er gebeurd is bij de dames. We hebben 2 wedstrijden met deze groep gespeeld. Eerst die 5 en daarna is 4 erbij gekomen. De tevreden groep heeft de dames geselecteerd in Nederland. De dames zijn gekomen. Maar er zijn geen afspraken op papier gemaakt onder welke voorwaarden ze naar Suriname. Ik denk niet dat dat essentieel is, Manko. Kijk, of er wel of geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot voorwaarden. Het gaat erom, er heeft zich iets voorgedaan, wat in principe, en daarom zeg ik, het gaat niet alleen om de vrouwen, maar dat ook mannen zich gaan bedenken van, want kijk, dit is bij iedereen bekendgekomen. Ik heb zelfs gesproken met
Met mannen, dus de mannen diaspora spelers. En ze schrokken ervan. Ze hebben gezegd van, hey, dit is onacceptabel. Daarom is mijn vraag van, de gevolgen kunnen uiteindelijk zo zijn dat spelers gaan zitten denken van, moet ik onder dit bestuur gaan spelen? Omdat, kijk, de vrouwen hebben, zijn uiteindelijk ook uitgekomen met de verklaring van, onder dit bestuur willen we niet meer spelen. Ja, ja. Wat inhoudt dus dat, en het zijn niet alleen de vrouwen van de diaspora, maar ook de Surinaamse meisjes, omdat vanuit Suriname er ook heel wat zaken naar voren zijn gebracht, waarbij ze aangeven van, ze worden niet op gelijke manier behandeld. Nee. Zo is bijvoorbeeld aangegeven, toen de vrouwen er, dus toen de Nederlandse meisjes er niet waren, de meisjes verbleven in La Fuenta. Nadat de diaspora-spelers zijn gekomen, konden ze wel in een hotel. Dat soort zaken brengt, waarom kan het wel, als er spelers of speelsters uit Holland zijn, dat ze in een hotel verblijven, en wanneer er geen spelers of speelsters uit Nederland zijn, dat ze in een hotel verblijven, dat ze eigenlijk ook op dezelfde manier worden behandeld. Nee, nee, er is... Dus dat soort dingen spelen ook wel. Nee, en ik kan me best voorstellen dat men zich niet lekker voelt. Nee, kijk, wat er gebeurd is dat de dames in La Fuente zijn gebleven. Met de COVID had de dokter voorgesteld dat de dames langer bij elkaar blijven. Mm-hmm. 10 dagen ongeveer, omdat u weet wat er gebeurd is in Curaçao. Mm-hmm. En de dames blijven langer bij elkaar. Vandaar worden ze naar school gebracht, naar werk gebracht en terug. Maar nu, de laatste tijd er minder COVID is, hebben we ze direct in hotel gezet. Mm. Vanaf 4-5 dagen terug zijn allemaal iedereen, die hele groep gaat naar hotel. Maar eerder zetten we ze om te voorkomen dat ze, ze zeggen, besmet raken. Ja. Oké. dat kan, maar ja. Oké, COVID is ook aan het afnemen, ja. Waardoor met betrekking daartoe, ik denk dus dat in dit geval, vooral in de laatste fase, je toch iedereen, want toen de meisjes uit Nederland zijn gekomen, zijn ze ook samen met hun in het Queen's Hotel gaan of niet? Ja, iedereen is. De meisjes, onze meisjes waren al in het hotel. Okay. De meisjes zijn aangesloten. Ja, dus dat is toen ze zouden komen, want anders zouden ze nog niet in het nee, hotel. Nee, nee, nee. De afspraak was gemaakt. De teammanager heeft al de boekingen zijn gemaakt in het hotel. Nee. Dus alles is al geregeld. Voeding, alles is al geregeld in het hotel hoor. Oké. Okay. Ja. Interessant zaak wat zich ook heeft afgesteld is met betrekking tot fysiotherapeuten. U zei me in een telefoongesprek dat de fysiotherapeuten uit Suriname niet bereid zijn om af te reizen omdat ze te lang zouden afblijven. Zijn daadwerkelijk alle fysiotherapeuten benaderd? Want ik wil één naam noemen van een fysiotherapeut die ook voor de SVB heeft gewerkt. Dat is Sharissa Iyakuomo. In hoeverre is er ook met haar gesproken, vooral van wie ik het zei, dat ze ook al met jullie heeft gewerkt. En waarom zij bijvoorbeeld niet aangesproken is geworden. Aangezien ik heb begrepen dat jullie met een eerstejaarsstudent werken, wat mijns inziens onverantwoord is. Ze is namelijk geen fysiotherapeut als student zijnde. Dus hoe verantwoordelijk ben je om dat te doen en niet te werken met iemand die een fysiotherapeut is en al met jullie heeft gewerkt. Wat is de probleem met daarmee? Kijk, met betrekking tot fysio, er is fysio. Tijdens alle training is er een fysio. Hmm. We zijn naar Mexico geweest met een fysio. We zijn, toen wij naar San Juan moesten gaan, Puerto Rico, heb ik begrepen van de TD en de dokter dat luister, er waren een aantal fysio's gevraagd die op dat moment met de dames bezig waren. Aantal waren niet bereid en die bereid waren, die hadden geen visum. Mm-hmm. En op laatste moment, u weet hoe moeilijk het gaat bij de Amerikaanse ambassade om een afspraak te krijgen, om een visum te krijgen. Toen hebben wij met Puerto Rico Voetbalbond gesproken hierover en Puerto Rico Voetbalbond heeft voor ons een visio dus niet beschikbaar gesteld, we hebben betaald. Mm-hmm. Er was een visio in Puerto Rico voor de dames. Maar vindt u het correct dus dat de eerstejaarsstudent als fysio fungeert? Ik weet niet of het een eerstejaarsstudent is. Ik heb de informatie van wel. Ik heb begrepen dat ze nu, waarom ze niet mee is gegaan, ze is bezig haar studie nu af te ronden. Ze is afrondende fase. Okay. Ik heb begrepen dat ze een eerstejaarsstudent is. Ja, dat heb ik begrepen. En, maar met betrekking tot, want u heeft me geen antwoord gegeven op dat van Sharissa Iyakuomo, die een volwaardige fysiotherapeut is, ze is zelfs docenten. Op de universiteit heeft met jullie gewerkt. Waarom hebben jullie haar niet gevraagd? Dat is ook even van recruteren van fysio. Ik was niet betrokken. Mm. Ik was niet betrokken. Oké. Okay. Een vraag die eigenlijk die ook gesteld is geworden. Met betrekking tot, en dit regardeert eigenlijk de periode van Goree. Dus dat men heeft gevraagd van de hele technische staf
is op non-actief gesteld, dus niemand is meer ter werk. Maar dokter Manku is wel gehandhaafd geworden. Waarom hij wel en anderen niet uit de technische staf? Bij Gorrie? Ja, de hele technische staf is op non-actief gesteld, ja, behalve dokter Manku. Nee, waarom niet? Dokter Manku is bondsarts. Hmm. En de functie van bondsarts functioneert hij direct als dokter bij de nationale selectie. Hmm. Hij is in dienst van SUB voor alle selecties en de Surinaamse voor de competitie die nu gaande is. Okay. Hij is belast met het testen van de spelers tijdens de wedstrijden. Dus hij is niet alleen aangetrokken voor de nationale selectie, maar totaal medisch beleid bij SUB. Is er geen enkele capabele vrouw in Suriname die teammanager zou kunnen zijn van de vrouwenselectie? Dus wat er gebeurt is, Desni, wij hebben, hoe zeg je, na die de competitie zou starten, dit bestuur is gekozen, de competitie was in startblokken. Wij zouden een nieuwe commissie installeren, maar met COVID hebben we bijna 2 jaar geen voetbal gehad. Mm. Nu zijn we bezig, de technisch directeur is bezig om weer op te starten. Er is nog geen commissie, er komt een commissie waar een aantal vrouwen al hebben aangemeld en die wij hebben zelf hebben gevraagd om in de commissiezitting te hebben. Welke namen onder andere die er zijn? Er zijn een aantal hoor. Ik ga die namen niet. Is geen namen? Ik heb namen, maar ik ga niet voorbarig zijn omdat we nog in gesprek zijn met de dames. Er zijn capabele vrouwen die ons wel willen helpen. Want er is gisteren of eergisteren is er een redactioneel stuk verschenen in een dagblad waarbij de namen van Aysa Smit en Malti Ori zijn genoemd. En die zijn nooit, ze weten er niks van. Ze zeggen dat hun naam zomaar in het blad is opgenomen als zijnde dat ze zouden werken voor de Surinaamse voetbalbond. Nee, ik heb dat nergens gezegd. Overigens, Aysa Smit heeft gefungeerd als assistent onder Aalse. Ja. Toen ze terugkwam, is ze nooit meer iets van de SVB vernomen. Ja, ik recruteer geen trainer. Het is de technisch directeur die de trainers recruteert. Dus het is een beleid van de TD. En ze heeft gezegd, er is ook nooit geëvalueerd. Overigens is dat ook een van de zaken dus die men aanhaalde, dat er geen evaluatie plaatsvindt. Wat ik weet, alle selecties worden geëvalueerd. De TD, na terugkeer van elke selectie, wordt er geëvalueerd. Maar zij zegt dat dat niet is gebeurd. Dus dat weet ik niet, dat moet ik de TD vragen of u moet de TD hierover aanspreken. Maar wat ik weet, nu Thailand wordt geëvalueerd, alle selecties. Nu wij terug zijn uit Puerto Rico, toen wij uit Mexico terug waren, is geëvalueerd. En nu zo ook gaan wij Puerto Rico evalueren. Oké, okay. Ja. Ik heb nog 2 laatste vragen. U zegt, men is bezig met commissies. Waarom duurt het zo lang voordat de vrouwenvoetbalcompetitie wordt herstart? Het lijkt erof, en dat is dit gewoon de realiteit, alsof vrouwen altijd achtergesteld worden. Men heeft geen tijd voor ze en dat is het laatste wat gebeurt. Net als, waarom loopt het niet parallel als met de mannen? Ja. Kijk, met de COVID is een hele vertraging geweest. U hebt zelf gezien hoeveel moeite tijd ons heeft gekost om met de eerste divisie te starten. Nu zijn we bezig met de jeugd. De jeugdinschrijvingen lopen. Gisteren hebben we een bestuursvergadering gehad. We hebben gezien ongeveer 60 verenigingen hebben aangemeld in verschillende klassen. Meer dan 60. Nu zijn we bezig met de vrouwen. De vrouwen krijgen komende week hebben we een vergadering met de vrouwenverenigingen. En er gaat een brief landelijk. Elke club die wil meedoen aan de competitie bij de SVB mag inschrijven. Dus daarmee is de technisch directeur al bezig. Oké. Okay. Ik hoop dus dat het snel gebeurt, want ik denk dus dat dat wel heel lang duurt, want alvorens het begint te lopen, zitten we al een aantal maanden verder. Tenslotte heb ik ook begrepen vanuit de diaspora groep dat er geld zou zijn aangeboden dat ze niet naar buiten zouden komen. Dan moeten zij aangeven wie geld heeft aangeboden. In elk geval heb ik geen, wat ik u vertel, ik heb $200 gegeven voor hun persoonlijk, dat ze zeggen dat ze geen, laat ik zeggen, damespullen hebben, laat ik zomaar uitdrukken, dat ze dat niet hebben. En ik ben met ze niet gaan lopen om te kijken wat je koopt. Mm. Begrijpt u? Ik heb ze $200 duidelijk gezegd, dit is voor u persoonlijke, want die zei, die dat heeft hij niet, de haarvet heeft hij niet, dat heeft hij niet, dus gaat u kopen. Verder heb ik niet bemoeid met geldzaken. Er is voeding daar in hotel gekocht en het hotel heeft gewoon gecharged op de nota. En verder is geen enkel geld aan de dames aangeboden. Waarom is
er verschil tussen vergoeding van de diaspora-vrouw en de Surinaamse vrouw? Er is geen enkel verschil. Iedereen heeft hetzelfde bedrag gehad. Zeker weten? Zeker weten. Okay. De dames... Omdat ik heb begrepen van niet... Hoor. Nee, maar... laat ik u zeggen, de dames van diaspora die maken kosten. Ja. Die maken kosten en die komen naar Suriname. Mm-hmm. En om die kosten op te vangen, geven ze trein, dan hebben ze dit, dan hebben ze COVID-test. Begrijp je? Omdat ze geen quitanties overleggen, geven ze wat meer. Okay. Begrijp je? Om die kosten op te vangen. En dat is 1500 US? Nee. Hoeveel is dat? 500 gulden. 500 US? Ja, dus dat verschil krijgen ze. Dat is niet waar. 1500 krijgt niemand bij ons. Nee, ik zeg. Nee, is niet waar. Dus dat is een vraag van mij. Nee, is niet waar. Dus waarom zou ik... Dus één dame moet zeggen dat hij... Laat die bewijs geven dat ik 1500... Oh, dus het is 500 voor de vrouwen van Amerika... Van diaspora. Iedereen krijgt hetzelfde aan dekgeld. Ja, nee, het is niet hetzelfde. Want je zegt, ze maken meer kosten, daarom krijgen ze net zoals die heren van Nederland. Als ze komen, hebben ze ook een heleboel kosten. Dan treinkosten, dan deze kosten, dan COVID, dan hebben ze gegeten. Al die soort dingen. Kost ons meer, de diaspora spelers. Oké. Meneer Manku, bedankt voor het willen komen naar de studio. Ik ben benieuwd hoe en wat er verder zal gaan gebeuren met betrekking tot het vrouwenvoetbal. Aan de hand van het feit dus dat ze hebben aangegeven dat ze niet meer willen spelen onder dit bestuur. Wat gaan jullie doen om dat probleem op te lossen? Kijk, ik geef u aan dat in Puerto Rico een fout is gemaakt. Achteraf gezien er is een fout. De voorzitter zelf heeft een verontschuldiging gedaan, 2 keer toe, naar de dames van verontschuldiging gedaan. Maar dat is niet publiek gemaakt, meneer Manco. Oké. Maar eerlijk, ik weet heel wat collega's van de pers en andere mensen hebben gevraagd van is er al een bericht vanuit de SVB gekomen met betrekking tot de case? Ja. Ik heb persoonlijk ook niks gezien. Ik hoor dat niet van u. Ik ga u aangeven. Ik weet daar niks van. De dames zijn zaterdag gekomen, de eerste groep. De voorzitter is zondag geweest en zijn verontschuldiging aangeboden. Ik ben maandag gekomen en ik ben samen met de voorzitter naar hotel geweest, 12 uur tijdens de lunch. En daar heeft de voorzitter de dames weer toegesproken. Ik was erbij. Oké, maar dat geeft ook aan, als u zegt, hij heeft zondag en maandag gesproken, dat ze niet tevreden zijn met de verontschuldiging, want op dinsdag hebben ze die verklaring uitgegeven, dat ze niet bereid zijn te spelen voor het bestuur. Ja. Daarna, ja toch? Ja. Dus okay. Het ligt aan die dames als ze de verontschuldiging niet willen accepteren. Ja, kijkers, dat was dus de penningmeester van de SVB, Bijay Kumar Manku. En met betrekking tot deze case, er verscheen gisteren een artikel in ESPN NL, waarbij de kop van het artikel luidt hoe de droom van Surinaamse voetbalsters veranderde in een trip vol tragiek. En ik denk dat ik 1 quote uit dit artikel kan halen. En die quote komt van Naomi Piquet. Ze zegt namelijk het volgende. Ik kan eigenlijk niet in 2-3 zinnen zeggen hoe het allemaal is geweest. Je kan er series boeken van schrijven. En dat zegt veel. Ik denk dus dat als we hebben geluisterd naar de heer Manku, die heeft aangegeven dus dat zaken niet zo zijn gegaan zoals de meisjes beweren. Aan de andere kant dat er zoveel beschuldigende vingers zijn naar de SVB. Dan zijn we benieuwd hoe deze zaak uiteindelijk zal aflopen. Zullen de leden het bestuur om rekenschap vragen? Op 28 april is er een ALV. En we zijn benieuwd wat er uit de bus zal komen. De tijd zal het uitwijzen. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.